Hallo, hu hat et mit Juli? Alles gut? Ich hoffe, dass Juli gut sein. Ich will graag vertellen, hoe een verjaardag in Nederland wordt gevierd, thuis en op andere plaats. Eerst eten mensen hapjes. Wat zijn hapjes? Bijvoorbeeld stukje kaas, worst, chips, salade, nootjes. En dan eten mensen altijd taart. Taart is belangrijk in Nederland. Ze vinden taart lekker, heerlijk. Meestal blazen de kinderen kaartjes uit, maar oude mensen of volwassenen vinden het niet leuk om kaartjes uit te blazen. Nu ga ik iets interessants vertellen. Bijvoorbeeld, ik ben jarig. Ik nodig alle vrienden uit. Mijn buurvrouw komt naar mijn verjaardag. Ze feliciteert mij. Zij zegt: gefeliciteerd met jouw verjaardag. En dan gaat zij naar mijn moeder. Zij zegt: gefeliciteerd met jouw dochter. En dan gaat zij naar mijn oma. Zij zegt: gefeliciteerd met jouw kleindochter. Interessant. Als iemand naar jouw verjaardag komt, feliciteert die alle mensen. Bijvoorbeeld 30 mensen zijn daar. Gefeliciteerd, 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 gefeliciteerd. Interessant en moeilijk. Ja. Ander interessante ding. Als je jarig bent, bied je iets mensen aan. Chocolade, taart, cake. Dus niemand verrast je. In Turkije niet hetzelfde. Bijvoorbeeld, ik werk als docent in Turkije. Mijn vrienden verrassen me. Interessant. Wij zijn uitgenodigd voor een verjaardag van een vriendin van Sinem. Ik ben benieuwd hoe een verjaardag is. Dat is alles. Bedankt voor jullie tijd. Tot volgende video. Bye. Doei doei.